Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over onze agenda en productiviteit. Het is een uh, wat meer persoonlijke aflevering. Ik dacht uh, het was wel leuk om misschien een beetje een kijkje in onze uh, productieve leven of in ieder geval we proberen zo productief mogelijk te zijn. Um, hopelijk kunnen jullie een beetje hier wat van leren. Maar eerst gaan we het hebben over um, wat is productiviteit en waarom is productiviteit zo belangrijk? Ik denk als je iets creatiefs doet. Dus wat wij nu bijvoorbeeld doen, is redelijk creatief. Dat het heel belangrijk is om een soort van ritme daarin te kunnen vaststellen, mm -hmm. weet je wel. Dus als je een artiest bent of um, je hebt je eigen bedrijf. Dat, dat is ook al creatief, hè. Je eigen bedrijf hebben, maakt niet uit wat je doet. Um, dat je daar gewoon een soort van ritme in kan vinden en een schema, weet je wel. Een regelmaat. Precies, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want vooral met creatief werk of uh, als je voor jezelf werkt. Je hebt niet altijd zin om te werken. Maar je hebt ook niemand die tegen jou zegt van je moet nu werken. Nee. Dus dat is heel gevaarlijk. Dat is een hele gevaarlijke combinatie. Dus ik hoorde bijvoorbeeld van een vriend van mij is rapper. En uh, hij zei dus ook van ik heb niet heel vaak zin om te recorden. Maar ik weet dat wanneer ik begin, dan komt de creativiteit naar buiten. Mm -hmm. Dus daarom heb ik zeg maar, vaste dagen en vaste tijden dat ik naar de studio ga en ga opnemen. Omdat... Dan heb ik misschien niet op dat moment zin. Maar als ik daar ben in de studio, dan voel ik die vibe. En dan, dan begint het ik vanzelf. Precies. En je moet jezelf daar een beetje in forceren. Um, want je, je, je hebt niet altijd zin. Dat is gewoon ja. hoe het leven in elkaar zit. Ja, cre creativiteit is moeilijk te forceren, toch? Maar je mm -hmm. kan het wel gewoon. Je kan het wel doen, eigenlijk. Ja, je kan, je je kan zelf... jezelf in zo'n setting zetten waardoor die creativiteit. Precies. Komt. Je moet jezelf in een positie zetten waar creativiteit, zeg maar, de mogelijkheid heeft om te komen. Juist. Want je moet bedenken: oké, okay, zeg je bij een rapper. Je zit um, in een kamer, je kijkt om je heen, je ziet helemaal niks, je ziet alleen maar grijs. Er gaat niks gebeuren. Je gaat ook niet nu ineens zin hebben om naar de studio te gaan. Maar zeg jij bent in de studio, je ziet de producer die nu harde beats aan het maken is. Je ziet iemand naast je die zijn eigen lyrics aan het schrijven is. Dan heb jij. Meer zin en ook meer mogelijkheden in je brein. Van oké, okay, nu en nu kan ik dit doen, nu en nu ga ik die, dat nummer opnemen. Ja, 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 en ook bijvoorbeeld als je een auteur bent of je schrijft een boek of zo, dan heb je waarschijnlijk ook niet die creativiteit elke dag om iets te gaan schrijven. Maar mm -hmm. Ryan Holiday zei volgens mij ook dat hij gewoon elke dag een vaste tijd um, nam om gewoon, dat volgens mij nam die dan echt maar een kwartiertje of zo. Maar omdat als hij dan eenmaal bezig was, dan wist hij al van oké, okay, nee, ik blijf toch maar een uur of zo. Ja, precies. Door je auteur zijn, dacht ik ook gelijk aan Ryan Holiday. Ja, dat... ja hij had inderdaad gezegd van dan het soort van een braindump. Qua ja. 99% van wat hij schrijft, schrijft, gaat waarschijnlijk gewoon de vuilnis in. Maar hij weet wel dat hij tenminste die 1% gaat gebruiken. dat zijn kleine stapjes, kleine stapjes. Want mensen beseffen niet hè, hoeveel werk in uh, het maken van een boek gaat. Ja. Qua je moet die video kijken van Ryan Holiday, Het staat op YouTube van. Uh, the process of writing my book. Iets in die richting. En uh, daar zie je ook duidelijk hoeveel uren, dagen, maanden, jaren erin zit... om alleen maar een boek te schrijven van 200 bladzijden. Ja, het lijkt me inderdaad echt heel lijf. Heel weinig mensen beseffen dat man. Mm -hmm. En nu zit, leef je ook in een tijd dat soort van heel veel mensen niet eens meer de concentratie hebben om een boek te lezen. Laat staan het schrijven, bro. Precies. Daarom, als ik, als ik een goed boek lees, dan heb ik altijd waardering voor de schrijver. Ja. Ik ga altijd even het verhaal achter hun checken. Want ik zag in die video van Ryan Holiday van holy shit, de, gewoon de tijd die erin zit. Ja. Maar dat is ook niet alleen auteur. Er zeg maar zijn ook heel veel andere creatieve vakken. Zoals bijvoorbeeld wij weten nu van podcasters. Van, ik kan me niet voorstellen hoeveel werk in die podcast van Joe Rogan gaat. Zo 2 uur, uur, ja? uur lang editen ofzo. Ja. Minimaal, dus ja Maar um, ja, zullen we beginnen met jouw ja, uh, ja, weekplanning? Cool. Ik denk sowieso: ik, ik gebruik. Google uh, Calendar. Ik weet niet, gebruik jij dat ook? Uh, nee, ik gebruik Apple Calendar, man. Oh, ja, ik weet niet waarom. Ik vind Google gewoon heel chill, want je kan um, uh, heel makkelijk onderscheiden. Je, je kan zeg maar alles een kleurtje geven, weet je wel. Oh, dat maar dat ik... kan ook met Apple, man. Oh. Ha, je bent verkocht. Ah, ja. Nee, moet ik naar Apple. <laughs> nee, ik, ik fok echt niet met Google. Hè. Ik gebruik niet eens Google op mijn safari. Alleen <laughs> gewoon met, uh, met dit. Dus ik heb dan de podcast, die is groen bij mij maandag, donderdag, vrijdag 10 tot 5. Um, daarna editen. Dinsdag heb ik open nu. Ik heb woensdag met uh, een goede vriend van mij nu een, ja, een bedrijfje. Dus daar heb ik daarvoor uitgeblokt. Alles zit gewoon bij mij in grote blokken, weet je wel. Ik, in het begin deed ik nog wel eens van... Um, bijvoorbeeld dat ik naar de gym ging in mijn agenda. Mm -hmm. Of naar school of opstaan of wakker worden, maar dat werkt niet voor mij houden. Mm. Dus gewoon in ieder geval alleen het werk staat echt in mijn agenda. De rest plannen ik eromheen. Dus, Wat voor bedrijfje woensdag? Uh, Moes. De word. fietsen, elektrische fietsen, man. Hoe schrijf je het? M-O-O-S-E-bikes.nl De suren. website staat al live. Oh, okay. um, ja, de bike is er ook al. Binnenkort worden er even foto's gemaakt, dus ga dat sowieso checken. Um, donderdag, vrijdag dus weer podcast met editor bij. Um, zaterdag sinds kort uh, een autobedrijf waar ik een beetje content voor maak. Dus daar heb ik voor uitgeblokt. En zondag CNC, cnctrades.nl. Check het. Mm -hmm. Ja, man. Ja, en wat je dan ook moet bedenken, denk ik bij jou is dat. Want CNC staat nu alleen op zondag, toch? Wat ja. mij eigenlijk verbaast. Ik dacht dat CNC wel meer zou zijn. Zondag, woensdagavond en vrijdagochtend om 9 uur een, een call. Gewoon de Zoom call. Ja, dat is het. Ja, ja oké. Okay. Dat is echt mijn hele plan. Maar dan zondag is echt de hele dag aan CNC. ja En wat is CNC? Uh, <laughs> <laughs> kan ik weet het, maar de kijkers ja, weten het sowieso. niet. Het is een um, educatief optiehandelplatform. Dus we hebben een Discord. Waarin we um, ja, mensen eigenlijk gewoon leren hoe ze hun opties moeten handelen. Man. En geen financieel advies, maar we leren ze gewoon echt hoe ze zelf moeten doen. Toch ik begin gewoon met een paper trading account. Amir is een fucking goede trader, hij let iedereen op elke avond om 8 uur livestream. Morris ook livestreams. En um, boeken, er komen binnenkort drie boeken aan. Dus ga ik dat sowieso checken. Oké, okay, en dat is zeg maar, je leidt mensen op als soort van educatieve platform. Dus dan, ja. maar je geeft ze niet gewoon e-books. Het is echt gewoon het nou, leren, nou. gewoon maar Het, is, eh, op het gaat bij ons ook echt zeg maar, om dat persoonlijke contact. Je weet toch wel, je hebt heel veel van die gasten, Crypto Stasher, um, Kevin Timmer, die allemaal dit soort shit verkopen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn ze zoveel mensen in hun shit dat ze niet meer die contact hebben, toch? Mm -hmm. Dus wij verkopen ook niet in één keer voor duizend euro iets of zo. Mm -hmm. Het is uh, 65 euro per maand. En je kan stoppen wanneer je wil, omdat we gewoon denken: van ja, het is toch een goed product. Dus waarom zouden we in één keer 1000 euro vragen? Weet je wel. Precies. En we willen ook niet dat mensen bij ons zitten die, die er eigenlijk niks aan hebben. We willen dat iedereen, zeg maar, echt gewoon er wat aan heeft en zich nuttig voelt. Dus dan kunnen die mensen ook met elkaar in contact komen, elkaar helpen. En, uh, en ja, het maakt niet uit of je niks weet van opties. Iedereen kan, zeg maar, gewoon joinen. Precies. En je hebt dus genoeg vertrouwen in je product dat je ook gewoon weet van: weet je, 65 euro per maand, maar mensen blijven elke maand ook gewoon ja zitten. precies bro dat, ik denk dat dat met elke business is dat gewoon de betere optie dat mm -hmm. is gewoon voor de lange termijn als je heel snel een klapper wilt slaan of je wilt ja. gewoon het, jij geeft niet om je product ja dan kan je duizend euro vragen en het goed gaan promoten maar wil je echt op de lange termijn iets wat blijft staan en wat groeit en wat eigenlijk meer wordt dan een bedrijf, weet je wel. Dan, Precies. Dan is dat de way. ook. Bijvoorbeeld, als wij ooit een community zouden beginnen, zouden mm -hmm. we dat waarschijnlijk ook zo aanpakken. Ja, dat is ook wat ik vaak denk wanneer ik al die crypto guys zie met uh, bundels verkopen voor 1000 euro. Dan heb ik altijd het gevoel van. Ik denk dat hun dan die snelle klapper willen, inderdaad, omdat ze niet zoveel vertrouwen in hun product hebben. Want wanneer mensen het product dan zien, zouden ze waarschijnlijk al gelijk unsubscriben. Dus dan gaan ze niet 50 euro per maand vragen of 60 euro per maand. Precies. Plus hun. Um, Courses zijn ook allemaal zelfstudie uh, dingen, dus je, krijgt, je koopt het en je krijgt gewoon wat documenten toegestuurd waarbij je zelf wat moet doen. Mm. Dus het is ook geen effort, weet je ja. wel? Dus en die één op één, dat zegt wat jij vorige keer ook al zei: als iemand een course verkoopt, betekent dat vaak dat ze zelf geen geld verdienen. Met dat en ik bedoel, Amir verdient gewoon best wel goed met traden, weet je? Dus mm -hmm. ja. Oké, okay. ja, man. Dus uh, dan gaan we nu naar mijn kalender. Uh, ik um, doe ik, ik moet heel eerlijk zeggen: mijn agenda die verandert eigenlijk elke week. Ik heb, uh, dus ik doe gewoon van deze week dan. Mm -hmm. um, ja, we beginnen dus maandag uh, met de podcast. Mm -hmm. Daar nemen we op en uh, ja, werken we eigenlijk aan ideetjes. Dan uh, in de avond heb ik boksen. Dus uh, spardag en techniek. Mm -hmm. Dan uh, dinsdag begin ik met rijles. Daarna heet ik de gym, pak ik uh, arms en chest. Daarna rust ik en edit ik. ...voor de podcast weer. Gewoon de clips. Ik regel zeg maar de ondertitelingen... ...en de hele social media kanalen. Um, daarna in de avond ga ik boksen. Dus dat is een dag van twee keer trainen. Dat is eigenlijk gewoon puur omdat ik... <laughs> ja, dat, dat kan eigenlijk alleen als je werkloos bent. Zeg maar voor jezelf werkt. <laughs> gym <laughs> ja. en boksen. Ja, dus dan in de ochtend... Uh, ...zeg maar eerst rijles. Daarna ga ik van rijles gaan naar de gym. Mm -hmm. Dan van gym ga ik werken aan de podcast. Editen en dat soort dingen. Alles regelen voor Insta, TikTok... YouTube Shorts, etc. Daarna ga ik boksen. Daarna ga ik slapen, want ik ben moe. Dan uh, woensdag. Um, ga ik in de ochtend. Uh, pak ik de gym weer. Pak ik de rug, armen en uh, sauna. Sauna is echt mijn go-to ding nu de laatste tijd. Ik probeer twee keer per week, maar deze week kon ik maar één keer. Ja, sauna. Ik weet niet eens wat, hoe ik dat moet uitleggen. Hoe top dat is. Ik zeer. Het heeft echt gewoon. Ja, ik merk dat mijn immuunsysteem ook gewoon tien keer beter is. Ik ben nu veel minder ziek sinds ik naar de sauna ga. Doe je ook een koude douche dan? Ja man, dus wat ik nu doe is nu een kwartiertje in de sauna. Ik weet trouwens niet of dit goed is. Hè. Doe me niet na, maar dit is gewoon echt wat ik zelf heb bedacht. Ik heb niet eens research gedaan. Mm. Maar dat is basically my life. All. Ik probeer gewoon <laughs> shit uit te halen. En dus uh, ik pakte pak 15 minuten in de sauna. Daarna pak ik gelijk koude douche. Ga ik weer 10 minuten in de sauna, pak ik koude douche. Okay. Ja, man, en als ik alleen in de sauna ben, dan doe ik soms nog even wat app-workouts in de sauna. <laughs> ja, man, net Not als ro net Rocky, toch? Ik ga <laughs> <out. laughs> steken. Maar dat doe ik niet als andere mensen er zijn. Dat vind ik zo uh, een raar. <laughs> Precies. Maar ja, dat doe ik al vroeg in de ochtend. En daarna pak ik Young Ones. Dat is op woensdag nog steeds. Uh, young Ones is eigenlijk gewoon ZZP-werk. Uh, ja, soms in het magazijn, soms kledingwinkels. Eigenlijk van alles. Um, dan donderdag. Uh, dat was vandaag, ben ik in de ochtend naar de fysio gegaan, ik heb mijn rug opgefokt. Dus uh, ja, die heeft me even... Ik weet niet of mensen dit kennen, maar je hebt zeg maar zo'n ronde ding, en dat zet ze op je rug, en dat zuigt dan een soort van jouw rug, en dan ging ze dat helemaal hier en weer. Is dat, dat weer. niet acupunctuur? Ja, ik denk dat het wel. is met die met die prikken in je rug? Nee, nee, nee. Uh, ja, dat is dry needling. Dry needling ja, doe niet meer. Acupunctuur is volgens mij inderdaad wat jij zei met die... Uh, ronde op ding op je rug dat, had jij. Ja, dat heb ik dus vandaag gedaan um, Ja, het was niet heel chill, maar ja, moet ook gebeuren Ja, je ziet wel veel atleten dat doen man. Dus ja. het zal wel vast goed zijn voor je Precies, daarna podcast, wat we nu aan het doen zijn uh, Trouwens, elke dag Als wij podcast hebben, recorden we ook Ja um, Daarna heb ik vanavond heb ik Gym, pak ik chest en pak ik uh, Schouders Met een gekke mattie van mij die echt teringbreed is Dus ik pak elke donderdag gym Gewoon met hem dan morgen vrijdag dus hitten we weer de podcast in de avond boksen uh, weer um, sparren techniek en dan uh, zaterdag in de ochtend ga ik 7 kilometer hardlopen in een sauna suit uh, ik weet niet of mensen dat kennen sauna suit het is basically gewoon een pak en dan uh, het voelt je lichaam wordt gewoon tering heet want er komt geen uh, nieuwe oxygen binnen en die shit echt gewoon lijp. Voor je mentale gezondheid ook gewoon. Qua je gaat jezelf echt naar de next levels brengen. Want je bent eigenlijk al bij de 500 meter tering heet. En je hartslag gaat ook echt heel hoog. Of het echt heel veel gezonde. Um of het echt heel gezond voor je is, nou het zal sowieso niet ongezond zijn, maar het heeft niet, ik zie, als jij wilt afvallen zou ik het niet per se doen, want je, je verliest vooral water toch? Ja, meer voor als je tijdelijk even voor een gevecht of zo. Precies, en ik zie het gewoon meer als een challenge voor mezelf, want ja, ik vind het gewoon leuk om mezelf om te pushen. Precies, uh, en dan uh, zaterdag moet ik weer werken daarna, en daarna hit ik de gym, chest en schouders in de avond. Dan zondag Oh, trouwens, zaterdag train ik twee keer gewoon puur omdat ik zondag niet kan trainen. Omdat ik uh, zondag dus ga werken weer, uh, ja. weer bij Youngmans. En uh, daarna ga ik bij Matty van me chillen. En dan ma daar blijf ik slapen, zodat ik na maandag gelijk door kan naar de podcast. Want ik woon in Amsterdam, je woont in Hoofddorp. En die Matty van mij woont in Hoofddorp. Dus dit is alweer een tip voor mensen. Qua... Je, ziet, je ziet duidelijk in mijn agenda dat er zit... Er zit, geen, uh, er zit geen rustdag in. Het stopt niet echt. Het is eigenlijk een fucking cirkel. Wat weer doorgaat. Want zondag werken en dan maandag eigenlijk weer gelijk de podcast werken. Alleen wat ik dan heb gezorgd is dat ik zondagavond bij die mattie voor mij kan slapen en kan chillen met hem. Dus dan heb ik hem nog wel gezien. En dan maandag gelijk door van hem naar de podcast kan. Zo, dus dan heb ik, dan mis ik niks qua werk. Hoef ik geen rustdag te nemen omdat ik met Mattie's wil chillen. En heb ik ook gelijk ben ik wat dichterbij. Hier, bij jou. Mm -hmm. Dus hoef ik ook niet ver te reizen vanuit Amsterdam. Ja, dat is, is wel tactisch. Ja, nu, we moesten het wel even tactisch gaan inplannen nu. Hè? Want het yeah. is toch wel steeds een half uurtje, 40 minuten. Reizen. Ja, vanuit Amsterdam is een uurtje ongeveer. Ja, maar. God damn, ja, Dat bedoel ik al. Precies. Maar ik vind. Dat heb ik ook wel stippels als voor mensen. Het uh, liggen er natuurlijk als je met de auto gaat, via, Nou, nah, niet via, maar dan kan je niet echt twee dingen tegelijk doen. Maar in de trein. Bro, neem gewoon je MacBook mee. Neem gewoon je laptop mee. Ga werken, ja, okay. dus als je student bent, ga je schoolwerk doen in de trein. Mm -hmm. je, je beseft niet hoeveel tijd je eigenlijk spendeert in de trein. Als jij bijvoorbeeld op school zit of zo. Je kan er zoveel werk doen vroeg. En dat zeg ik nu niet alleen omdat ik nu met de podcast bezig ben. Ik zeg dat ook gewoon van vroeger toen ik op school zat, vorig jaar. Toen bij uh, dus mijn studie deed ik altijd gewoon projecten. ging ik altijd gewoon al onderweg naar huis ging doen. Zodat ik het niet thuis hoefde te doen. Bro, oh, precies. Ik was gisteren dus voor Moes met... Uh... Inmiddels naar Enschede voor... Uh, uh, afspraak. Mm. En um, we zaten in totaal vijf uur in de trein. What? Ja, man. Tweeënhalf uur heen, tweeënhalf en uur. waar de fuck is dat? Het is een be beetje tegen Duitsland. Voor KVK-afspraak. Want ja, ze niet in Amsterdam. Ja, er was geen plek meer. Ah, uh, je zo moest zo snel man. hebben. Precies. Dus, ja. uh, maar toen in de trein hebben we gewoon al onze taakjes gefixt. Gewoon nog meer nagedacht en alles. Niet Precies. dat het nou heel chill is, maar ja, als je dan in de trein zit. Uh. Precies. Je moet inderdaad van dat soort situaties het beste maken. Ja. En dat heb ik dus nu ook qua. Het liefst zou ik met de auto gaan maar voor nu kan dat niet, dus dan pak je de trein. Maar ja, ik heb wel gewoon, ik zie, ik pak je wel het goede uit. Mm -hmm. Ik heb nu tijd om twee dingen tegelijk te doen. Bam bam bam, ga ik werken in de trein. Ja. oké. Okay, en wat vind jij, even gewoon een vraag het interesse toch? Uh -huh. Van mensen die zeggen dat ze geen tijd hebben om te, te gymmen of om te sporten. Bestaat niet, man. En dat zeg ik. Het is dus natuurlijk, zullen mensen denken van, oh, het is makkelijk voor hem te zeggen omdat hij niet op school zit. Maar toen ik op school zat, toen kon ik ook altijd gymmen. Ik, kijk. Je, je ziet altijd bij zelfontwikkeling van vroeg opstaan en je ziet duidelijk bij mijn planning dat ik dat niet heel erg doe. Qua het vroegste wat ik opsta is half zeven. En dat is echt alleen als het echt moet. Bijvoorbeeld dat ik toen op zondag niet zou kunnen trainen, dus dan zaterdag ga ik wel vroeg uh, hardlopen. Um, maar normaal word ik echt maar wakker om zeven uur of zo, half acht. Maar toen op schooltijden, toen werd ik altijd om vijf uur wakker of zo om de gym te hitten en daarna nog naar school te gaan. Want in de avond kon ik niet. Dus het is altijd mogelijk. Het bestaat, geen tijd bestaat niet. En ik weet mensen die zeggen van ja, ik heb dan geen energie om wakker te worden. Maar dat is gewoon puur omdat je er op je telefoon zit voordat je gaat pitten. Als je echt gewoon Snapchat gewoon niet meer opent en gewoon gelijk na het eten gaat douchen en gaat slapen, dan heb je zoveel tijd over. Oprecht. Dat is echt niet normaal. Dat, dat is denk ik ook wat het is. Het is niet genoeg tijd, of geen genoeg tijd hebben, maar niet genoeg energie hebben. En daar kan je wel wat aan doen. Precies, en het is ook je tijd spenderen aan dingen die eigenlijk niet echt zo belangrijk zijn. Heel en dat veel is moeilijk, nemen hoor. Energie, echt meer dan je denkt. Zeg maar, zoveel dingen nemen energie van je af zonder dat je het door hebt. Gewoon. Ja, en ik probeerde niet eens te zeggen als ik ben perfect Want ik heb ook vaak genoeg dan uh, toen ik op school zat dat ik soms gewoon niet naar de gym ging in de ochtend. toen ik zo moe was, maar dat was dan gewoon puur omdat ik dan de avond van tevoren met een bitch aan het snappen was, ja. Qua, Ik ben gewoon, ik weet duidelijk. Waarom ik dat niet deed. Alleen daarom kan ik ook duidelijk zeggen: van. Dit is dus de fout die jullie waarschijnlijk aan het maken zijn. Je bent nee. op snap. Je bent met een meid aan het praten. Hè? Of je bent met je boys. Ben je memes aan het sturen. Of ben je aan het FaceTime of wat dan ook. En dan gaat er zo. Ben je, is het ineens één uur. En dan ja. Als jij om één uur gaat slapen. Hoe ga je dan om half zes, vijf uur wakker worden om te jammen? Dat kan niet. Mm -hmm. Daarom moet je echt een. De gedisciplineerde manier vinden. Maar ja. ik zeg ook altijd qua. Je hoeft dat niet elke ochtend te doen. Hè? Want wat voor mij werkte is, um, ik zat, dat was echt vorig jaar, mijn laatste uh, schooljaar was wel echt een extreem jaar voor mij. Qua. Ik was een best wel extreem persoon. Qua hoe vaak ik in de ochtend train en zo. Maar ik, ik weet niet. Ik was, ik was, toen was ik net geïntroduceerd in die hele. Uh, David Goggins wereld toch? Dus yeah. dacht ik ben motherfucker, ik ging, ik, en toen heb ik dat gewoon een jaar lang heb ik gewoon zijn crazy motherfucker elke ochtend training vroeg lopen trainen toch. Maar daarvoor deed ik dat niet per se. Toen deed ik gewoon twee keer per week of zo 's en de rest kon ik in de middag trainen. Mm -hmm. Dus je hoeft niet per se elke ochtend zo tering training vroeg wakker te worden. Je moet een het belangrijkste is eigenlijk gewoon een planning vinden waar je je ook aan kan houden. Want ja. dat is het moeilijkste: aan ja. houden. Het heeft geen nut om te zeggen van ja, elke ochtend word ik om vijf uur wakker. Als je het toch niet gaat doen. Je kan dan beter zeggen van oké, okay, maandag en vrijdag word ik om vijf uur wakker. En de rest van de dagen blijf ik gewoon uh, slapen totdat ik naar school moet. Dat is echt zo'n dingetje waar ik, waar ik mezelf ook op betrap. Dat ik dan. Gewoon even die motivatie heb. En dan bijvoorbeeld de laatste paar dagen ben ik om negen uur op gaan staan. En denk van fuck, ik moet echt eerder opstaan. En dan zet ik die wekker in één keer om zes uur. Precies. Wat maar dat heeft geen zin. Je moet gewoon echt rustig aan. Weet je wel, gewoon zet hem om half acht of gaan, een uur. Ga een kleine stapje. Hetzelfde met in één keer gewoon van, van niet gymmen naar elke dag gaan gymmen. Ja, als je het volhoudt, oké, okay, maar het is een beetje. Ja, ik had ook bij een vriendin van mij die wil uh, beginnen met sporten. En toen hadden we, gingen we samen gymmen en toen daarna zei ze van oké, okay, nu ga je dit zes keer per week doen. Ik zei, liefst oké, okay, laten we eerst beginnen met drie keer per week of twee keer per week zelfs. Als je dat een maand lang hebt gedaan, dan ga je drie keer per week. Maar hoogstwaarschijnlijk ga je dat toch niet eens volhouden ja, Nee, maar het, het, ja, maar het, het werkt zelfs nog tegen... Het, het heeft gewoon... Hoe zeg je dat? Het werkt met terugwerkende te, kracht. Tegen strijden. Ja, omdat je gaat dan nog gedemotiveerd raken ook van... Ik, en dan krijg je zo'n heel negatief beeld op het gym überhaupt, waardoor je het misschien helemaal niet meer gaat doen. Precies, je moet echt een planning vinden waar je ook aan kan houden. Ja, maar. En kijk, je kan kijken naar al die gasten, al die atleten, maar ook mensen zoals David Goggins die extreem zijn. Ja. Maar je moet beseffen die, die extreme mindset die hun hebben, is vaak gecreëerd door kindertrauma. Qua wat, wat hun. Wat hun hebben, die discipline, is niet natuurlijk of zo. Je kan jezelf daar niet mee vergelijken. Ik was, ik was vandaag een podcast aan het luisteren van. Um, oh, hoe heet dat ook weer? Wacht, ik heb. Uh, Cam Cameron Haines. Mm -hmm. En uh, Cameron Haines is een goede vriend van Joe Rogan. <kuggen> En uh, hij had dus zo'n guy, die uh, presentator van uh, Modern Wisdom had hij op de podcast. En daar had hij Modern Wisdom, hij is ook een vriend van David Goggins. En hij zei ook zo van, kijk David Goggins is een bad motherfucker. En er is zoveel van hem te leren, maar je kan niet alles van hem zeg maar eraf plukken. Want je moet ook beseffen dat er zit gewicht op de lessen die hij aan jou geeft. Zeg maar, hij rent niet zomaar 50 kilometer voordat het... 8 uur ochtends is. Nee. Dat is gewoon puur omdat hij vroeger mishandeld is door zijn vader, weet je wel. Dus hij is echt met demonen aan het vechten. Je kan, dat, je kan jezelf niet daarmee vergelijken, maar je kan wel... Al haal je 1% van David Goggins, zijn leven, zijn mm. discipline... dan ben je al veel meer aan het winnen dan de gemiddelde persoon op aarde. Ja, ik denk dat je gewoon even voor jezelf moet kijken... of het nut heeft om het überhaupt te gaan doen. Van, kijk eerst gewoon naar wat jouw eigen doelen zijn... En de, de boodschap die hij geeft is wel gewoon heel goed, vind ik. Van, mm -hmm. um, je wordt gelukkiger van dingen opofferen en bereiken dan chillen en niks doen en uitstellen. En dat Volk is eigenlijk gewoon zijn. een beetje wat hij zegt. Maar hij is natuurlijk heel extreem en dat is ook weer een beetje dat Amerikaanse, weet je wel. En ook een beetje dat show dingetje. Maar. Misschien is, werkt het voor jou wel om inderdaad vier keer per week naar de gym te gaan. En elke dag om acht uur op te staan. En bereik je daar heel veel mee. En kun je daar ook mee afvallen en rijk worden. Precies. Ja, ik vond van David Goggins... ook. heeft dus zijn uh, laatste nieuwe podcast. Uh, was hij te gast. En ik vond het zo fucking. Ik weet niet, misschien vreemd, maar ook een beetje raar. Het was heel raar. Want het, dus die podcasthost die vroeg zo van. Uh, ja, maar wat zou je dan doen op een dag dat het regent? Het stormt. Er is bliksem. Er is een aardbeving. <laughs> en toen zei zei David Goggins, keep on going, keep on going. Um, je moeder is overleden die dag. Je, je, je schoenen staan in de fik. Um, het ze, en hij zei van keep on going. En die, die presentator zat zo van. Oh, wat is het? De rare seks, kink van jou of zo. Waarom je uh. <laughs> en je? Voor David Goggins is het dus echt gewoon: des te moeilijker het is om te doen, des te groter het, de kans is dat gemiddelde mensen het niet doen. Dus dat is dus de reden waarom hij het wel wil doen. Want zijn, uh. hele, zijn hele filosofie is van. Um, uh, stand out amongst people that stand out. Ja, zo weer, dus het is gewoon... je wilt... speciaal zijn onder de mensen die al speciaal zijn. Ja, Zal je, je moet het dus... ook echt soort van uit jezelf brengen. van Waarom wil je het doen? Omdat andere mensen het niet doen. Weet je, wel? Mm. je moet altijd in die competitie zitten. Als je zo extreem bent, dan moet je sowieso zo'n mindset hebben, man. Ja, en, ze en die presentator... die vroeg zich ook af van... is het gezond... tot een bepaald punt? Alleen wat... Van David Goggins, dus zei, was volgens mij iets wat te maken had met. Nou ja, tot welk punt is het echt gezond toch? Want ik kan me niet voorstellen dat. Zeg maar, hij zegt dus van. In war vind ik peace. Dus zijn ze rennen vind ik peace. Zijn peace is het, zit dus niet op een rustige omgeving. Ja, maar daar, dat, dat, daar ben ik het ook mee eens, man. Mm -hmm. Maar ja. bij, bij David Goggins is het weer tot een extreme level. Want deze motherfucker moet minimaal 100 kilometer rennen om ja dus oh, dan is die dag, druk. dat is soort van die tolerantie dat wordt steeds hoger je moet steeds gekker gaan maar bijvoorbeeld mensen die aan het hardlopen zijn of een marathon aan het lopen zijn hoor, je hoort ze nooit klagen of zo zeg maar er komen dan al die negatieve gedachten uit je hoofd op dat moment Precies. ook als je in de gym bent je bent lekker aan het trainen je bent lekker bezig dan je, ik weet niet man die positiviteit in je hoofd dat is gewoon zo waardevol denk ik alleen al ja. het feit dat dat je dat krijgt zou het voor mij al waard maken om naar de gym te gaan dan zou ik zeg maar niet echt fysiek uh, improvement zien. Precies. En dat vond ik zo ook zo doop aan... Uh, het boek van David Goggins, zijn laatste boek... waarin hij aan het schrijven was van... je wilt eigenlijk niet trainen voor een doel. Je wilt eigenlijk gewoon trainen... omdat het moet. Daarom ja. is het zo belangrijk... om een agenda te creëren die je ook kan volgen. En wat hij dus zei is van... Ik train eigenlijk voor niks. Niet zoals atleten. Bijvoorbeeld een Le LeBron James die traint omdat hij zijn basketbalteam moet nee. helpen. Omdat hij een basketballer is. Maar hij traint eigenlijk voor niks. Kijk, races, die, die marathon races, die komen toevallig af en toe langs. Maar hij is niet daarvoor aan het trainen. Hij is gewoon 365 dagen door het jaar zijn fit. Gewoon altijd. En dat is gewoon puur omdat hij denkt dat als jij alleen maar traint voor een reden. Dan is er de reden ook jouw enige motivatie. Maar eigenlijk moet je iets dieper van binnen hebben wat jou motiveert. Ja. Het, een, een bepaalde discipline wat niet eens motivatie nodig heeft. Want dat hebben heel veel mensen. Mensen moeten altijd gaan pas gymmen wanneer ze een bruiloft hebben. Of gaan pas mm. gymmen wanneer ze zomer worden. Zo. Dat, nee. dat daar kan ik echt niet goed in. Precies, maar. daarom. Je moet wat diepers van binnen op, hebben dat je motivatie niet eens nodig hebt. Nou, op een bepaald punt dan slaat het ook om naar ik heb geen zin om te gymmen zeg maar van ik heb geen zin om te gymmen naar ik heb ik moet nu gymmen ik kan niet niet gymmen weet mm. je wel dus nu voel ik me ook kut als ik een dag mis omdat ik zorg dat in die routine zat. dat had ik trouwens ook niet gezegd bij mijn uh, agenda ding want ik zet er niet meer in toch maar ik mm -hmm. gym gewoon van maandag tot zaterdag ja ik zat er van waar zijn je gymdagen ja, ik hou het dus niet meer bij qua tijd omdat het uh. ook gewoon weet niet wat ik nu doe is ook niet heel erg voorspelbaar meer mm -hmm. hoe ik eerst gewoon ook jongens deed en een werk had ja uh, dus nu de ene keer het liefst moet ik toegeven sport ik in de ochtend dus ik ben van plan om ook gewoon weer elke dag in de ochtend te gaan trainen netjes ja man maar nu ook heel vaak in de avond het is wel heel gezellig gewoon met die boys in de avond en zie ik iedereen daar ik voel, dus dat, ja, man. houdt het ook weer leuk dus daar is een beetje lastig maar ja ja nee ik denk dat sowieso voor mensen die nu beginnen met gym is het ook echt heel belangrijk om te beginnen met Jimmen met vrienden, mm. dus bijvoorbeeld wat ik heb dan op donderdag train ik met een mattie van mij, het is gewoon vast. Ik ben daar donderdag met hem. Yeah. En dit is niet eens puur omdat ik motivatie nodig heb, maar voor iemand anders die dan wel de motivatie nodig heeft, het is zo chill, want dan heb je, je hebt iemand die op je rekent. Daarom zeiden we ook in een van de vorige podcasts, ik weet niet meer welke, daar hadden we het ook over, als jij een business start, start een business met een mattie van jou. Want er zit dan een bepaalde druk op jouw schouders, omdat je diegene niet wil um, teleurstellen. teleurstellen. Ja, dat wil ik ook nog zeggen. Van als je het maakt niet uit wat je doet met iemand, zorg ervoor dat je gewoon standaard vaste dagen in je agenda zet. Mm. Dus al heb je een idee met een vriend van uh, ik wil gaan dropshippen of ik wil een bedrijfje beginnen. Zeg gewoon meteen tegen elkaar. Oké, okay, elke maandag van 6 tot 9 kom ik naar jou toe. En je hoeft niet eens een planning te hebben over wat je gaat doen. Maar. Wat jij net zegt over die rapper in de studio. Als je daar met elkaar in het kantoor zit, komt er altijd wel iets. Er is altijd wel iets wat je kan doen. Precies, precies. Die consistency is zo belangrijk. En je gaat inderdaad. Als jouw leven een soort van draait om het project waarmee je mee bezig bent. Dan de kans is zoveel groter dat het project ook gaat werken. Ja. Als wij gewoon zouden zeggen van... Oké, okay, we droppen... We Oké, okay, we gaan op maandag recorden we drie podcasts. En daarna, ja, we, we posten ze wel, we posten ze wel. En dan zien we wel. En dan, oh ja, laten we donderdag nog even chillen. Er zit al geen consistency in. Ja. Er zit al geen schedule in. Je moet eigenlijk jouw project zien als een 9 tot 5. Je moet gewoon vaste werkdagen voor hebben. En daarbuiten ga je waarschijnlijk ook nog eraan moeten werken. Want kijk, nu in onze agenda hebben we gezegd van... Ja, op die dagen doen we dat en op die dagen doen we dat. Maar op dagen dat jij waarschijnlijk met CNC bezig bent... ben je misschien nog de laatste puntjes op die je voor de podcast aan het zetten. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld vandaag is dan podcastdag. Maar waarschijnlijk ben je nog steeds vandaag nog even bezig... met een beetje aan die elektrische fietscompany werken, toch? Mm -hmm. Dus dat is wel een dingetje. Maar hou gewoon in ieder geval wel die vaste dagen... Oh, 100 man. Erin.